Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's ULTRAX, de enige echte. Nou, uh, ik heb al voor een paar dagen niks opgenomen. De laatste vlog was <coughs> uh, de vlog dat ik met mijn moeder een zondagmiddagwandeling uh, maakte. En dat was eigenlijk de laatste vlog die ik heb opgenomen. Uh, ja, ik ben weer even een paar dagen even binnen geweest. En uh, ik ga dadelijk nog even naar buiten. Want ik wil dadelijk toch nog even een vlog uh, even opnemen. Maar ik uh, wil het met jullie hebben over Minecraft. Uh, ja, ik, ik heb zitten denken om een nieuwe wereld aan te maken. Dat ga ik niet doen. Ik ga het, uh, gewoon uh, eigenlijk verder met deze map. Deze map moet de map worden van Minecraft. En uh, als ik weer helemaal overnieuw beginnen. Daar heb ik echt geen zin in. Maar ik heb jullie hulp nodig. Ik heb zitten denken om uh, een leuke uh, server ervan te maken, of in ieder geval een server een map te maken, een wereld te maken. En ik uh, ben eigenlijk op zoek naar uh, jullie ben ik eigenlijk op zoek. Ik uh, ben op zoek naar mensen die het leuk vinden om uh, mee te doen. In de Minecraft uh, map van mij. Om een hele uh, stad op te bouwen. Ehm. Um, ja, voorlopig uh, zijn er nog niet echt veel aanmeldingen. Dus uh, in ieder geval uh, ga ik het uh, voorlopig eventjes doen met de mensen die ik uh, voorhanden heb. Maar het is eigenlijk uh, uh, ja, de bedoeling om uh, later uh, de groep uit te breiden met meer mensen. En uh, met uh, ja, die mensen die uh, dan uh, ja, de hele stad zeg maar, op gaan bouwen. Ik heb een... Uh, een lijstje gemaakt met allemaal uh, leuke ideeën. <coughs> er komen nog heel veel leuke uh, dingen komen er in de map. Ik, uh, ik heb al een heleboel uh, dingen heb ik al verzonnen. In ieder geval een gemeentehuis en zo wil ik ook nog gaan bouwen. Dat is even één ding. Wat ik even vrij ga geven. De rest ga ik nog niet vrijgeven. Want uh, de rest is allemaal nog uh, ja, dan hoeven jullie ook de livestreams niet meer te kijken natuurlijk. Dus, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik ben op zoek naar jullie. Ik ben op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te helpen in de Minecraft map. Uh, als je meedoet, dan uh, krijg je gelijk een, uh, een huis krijg je tot, uh, tot je beschikbaar. Uh, ik heb nog niet echt veel huizen. Ik moet eigenlijk nog verder met uh, de woonwijk eigenlijk even verder. Want uh, ja, huizen is op momenteel even op het ogenblik eventjes het belangrijkste wat er is. Want anders dan... Uh, ja ben ik daar met allemaal mooie dingen aan het bouwen en zijn er nog geen huizen. Er moeten natuurlijk wel heel veel huizen komen in uh, Minecraft. en uh, ja, die huizen worden uh, in, in ieder geval uh, worden die uh, bezet door de bouwers. dus ik wil een hele hoop huizen wil ik gaan bouwen. Uh, en uh, ja, er zijn een heleboel huizen zijn er dan beschikbaar voor de bouwers. Uh, in ieder geval uh, lijkt het me hartstikke leuk om dat uh, met z'n allen om zo'n hele stad op te bouwen? Uh, alleen gaat het ook, uh, ik heb het ook met uh, uh, Esther, die is die in ieder geval wel bijgekomen. Uh, Esther en ik ...die zijn al uh, druk bezig met het bouwen in Minecraft. Al en uh, ja, het is in ieder geval uh, met z'n twee gaat het in ieder geval sneller dan alleen. Maar het is in ieder geval nog leuk, uh, natuurlijk, om uh, ja, met z'n allen dat te doen. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk jullie hulp voor nodig. Dus vind je het leuk om mee te helpen? Stuur even een e-mailtje of laat even een berichtje achter in de comments. Eventjes. Uh, het enige wat je wel nodig hebt. Dit is dus een Playstation 4 en het spel Minecraft. Uh, meer heb je niet nodig. Dus als je een Playstation hebt en je hebt het spel Minecraft. Ja, stuur me even een berichtje. Het lijkt me hartstikke leuk om met jullie uh, een stad te bouwen in Minecraft. Ja, uh, in ieder geval uh, vind ik het, uh, ja, heb ik daar weer uh, over na zitten denken. Ik heb ook nog een heleboel uh, leuke dingen. Ik heb nog uh, iets heel leuks, maar dat ga ik in de volgende vlog vertellen. Anders heb ik in de volgende vlog uh, niks meer te vertellen. Maar ik, heb, uh, ja, uh, ik ben ook weer bezig met uh, het verzinnen van nieuwe content. Uh, plekken waar ik uh, kan gaan vloggen, waar ik kan opnemen. Ik... Uh, ik ben weer met wat anders bezig. Dat ga ik dus in de volgende vlog een beetje vertellen. En... Uh, ja, het is allemaal... Uh, ik ben er, uh, nu ben ik, uh, heb ik de tijd ervoor om uh, eens even uh, ja, om na te denken. En uh, heb ik de tijd ervoor om uh, nieuwe plekken te gaan uh, ontdekken. Om daar weer een leuke vlog op te nemen. Ik uh, ben een beetje aan het raadplegen overal her en der. En... Uh, ja, er zijn nog wel genoeg leuke plekjes om een vlog op te nemen. Want ja, uh, de laatste paar dagen had ik weer eventjes zoiets van... Ja, uh, waar zijn de leuke plekken? Waar zijn de leuke plekken gebleven? Ik uh, weet even uh, niet meer waar ik uh, moet uh, vloggen. Hebben jullie zelf nog uh, ideeën? Dan kun je dat ook natuurlijk in de, in de comments plaatsen. En uh, ja, uh, ook komt er weer dus wat nieuws aan. Uh, dat wordt in ieder geval heel erg leuk. En ik heb. Uh, dat moet echt wel een pronkstukje worden. Meer ga ik er nog niet over vertellen. Dat doe ik in de volgende vlog. Ja, het is voorlopig eventjes. Uh, ja, het is nog steeds met corona. Even uh, ja, afwachten en uh, kijken. Vandaag ben ik voor het eerst weer. Sinds de corona-tijd <coughs> ben ik weer naar de winkel geweest. Nou, verschrikkelijk zeg. Ik, uh, ik hoop dat het snel voorbij is. Want uh, die supermarkten, echt. Ik ben uh, vandaag alweer voor het eerst geweest. Wat een paniek en uh, wat een gedoe allemaal. Uh, ik snap dat het uh, nodig is, want uh, ja, het is natuurlijk wel heel erg uh, gevaarlijk. Uh, zo, uh, al die mensen dicht op elkaar nu, in deze tijd. Maar uh, jeetje. Ik ben er wel een beetje van geschrokken. Ik ben er wel een klein beetje van geschrokken van uh, ja, hoe, het, uh, hoe het er momenteel aan toe gaat in de supermarkten. Je ziet. Uh, Overal zie je uh, ja, van die uh, plakken, uh, dingen zie je. Van, uh, dat je afstand moet houden. Uh, nou, er was, uh, <coughs> bij de winkel was er uh, eentje die zo'n heel, uh, zo heel gelaatse ding had. Op. En, uh, ja, je ziet mensen met mondkapjes, je ziet mensen met handschoenen aan. <coughs> het, lijkt wel, <coughs> het lijkt wel oorlogstijd, lijkt het wel. Uh, ik snap dat het nodig is. Maar ja, of dat die mondkapjes nou echt helpen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Uh, kan het nog wel eventjes een tijdje gaan duren. Vanavond is er een uh, gesprek weer. Er komt er weer. Uh, komt uh, Putten die komt. En dan, uh, dan gaan we het wel weer horen. Ja, het is. Uh, het is een moeilijke tijd. Is het. het is een. Uh, een klote tijd. En ook. Uh, ja, voor mijn kanaal is het een rot -tijd. Uh, Ja, je kan natuurlijk niet meer zo gauw. Uh, even ergens naartoe om een vlogje op te nemen, moet er ook wel oppassen en uh, ja, pretparken en uh, andere leuke uitstapjes. <coughs> dat is ook momenteel even niet. We wou natuurlijk nog naar de Efteling gaan. Dat gaat even momenteel even voorlopig uh, gaat dat even een paar maanden weer niet door. En uh, ja, ik verwacht niet dat uh, Rutte nou uh, vandaag zegt van, uh, vanavond zegt van, nou het is in één keer Klap, is het allemaal opgelost. En de pretparken gaan weer open, de scholen gaan weer open, je kan, je kan weer naar je werk gaan. Ik denk dat het nog wel verlengd wordt. En uh, ja, het is allemaal een beetje behelpen allemaal in deze moeilijke tijd. Het is uh, echt crisistijd is het. Morgen is het 1 april. Nou, uh, ik, uh, ik ben reuze benieuwd. Uh, 1 april, ja. Ik vind eigenlijk uh, heel 2020 is al een, uh, een hele slechte 1 april grap. Is het al. En uh, laten we hopen dat het snel weer voorbij is allemaal. In ieder geval ga ik dadelijk toch nog eventjes naar buiten om even ergens een vlogje op te nemen. Als het goed is zijn daar niet veel mensen. Dus dan kan ik wel eventjes uh, gewoon even op mijn gemakje even opnemen daar zo. En ik, uh, ja, ik moet nog even contact opnemen met Joost. Want uh, ja... Voor het uh, andere nieuwe, daar heb ik even Joost uh, voor nodig. Met, uh, met opnemen en zo. Dus uh, dat gaat ook nog uh, komen. Dus ik ga dadelijk nog even een berichtje sturen naar, uh, naar Joost. Ga ik nog even een berichtje sturen. En dan, uh, dan horen we het allemaal wel. In ieder geval uh, was dit even de vlog eventjes. Vind je het dus leuk om even mee te doen in Minecraft? Laat even een berichtje achter. En dan zou ik zeggen, ja jongens, tot de volgende vlog maar weer. Vonden jullie deze video leuk? Doe even duimpje de lucht in. Abonneer eventjes als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groetjes van deze kant. En dan uh, ga ik jullie wel weer zien en ga ik jullie wel weer spreken bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal, jongens. Ik zou zeggen, bye bye. Uh, ja, ook jullie heel veel sterkte in deze uh, rot tijd. En uh, ja, zorg goed voor jezelf. Uh, was je handen regelmatig. En uh, dan hoop ik jullie weer in alle gezondheid bij een nieuwe vlog te mogen begroeten, jongens. Bye bye, hoi.